Oh, hallo mensen. Terwijl ik het stof weghaal van mijn prachtige stuurtje voor mijn vrachtwagen, ga ik de weg weer opduiken. Het heeft een hele lange tijd geduurd, maar ik heb zin in de aflevering. Let's go. Vroom vroom. In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Ik ben nu adviseur, met een goed humeur, Vincent chauffeur, ja! Vrachtwagenchauffeur Vincent, ja! Ja, ik ben hier op de weg en we gaan dit keer zaagselpanelen van Düsseldorf naar Stuttgart. Gaan we die een soort van oververvoeren met onze truck. En ik weet niet wat voor truck, ik krijg een truck van mijn baas, het is weer nacht. Oh, het is weer nacht. Moet het altijd nacht zijn? Het is in de nacht. Ik vind het zo irritant. Ik zet mijn licht aan. We gaan beginnen. Sorry mensen, ik kan er niks aan doen. We vertrekken van... Ik pak even mijn prachtige kaart erbij. Oh, en we gaan hier naar links. We kijken even naar links. We kijken naar rechts. Kunnen wij gaan? Wij kunnen zeker weten de weg op gaan met onze prachtige vrachtwagen. En heb ik een grote vrachtwagen? Ik kijk even in mijn zijspiegel. Het is niet zo'n hele grote vrachtwagen. Dat scheelt. Dan kan ik lekker een beetje scheuren door de bocht. Hier gaan we naar rechts toe. En dan komen wij hopelijk zo snel mogelijk op de snelweg. Dat wij snel weg kunnen gaan. We mogen hier 50 km per uur. Dus ik hou me netjes aan de snelheid. En hier gaan we gewoon lekker rechtdoor. Hier zijn we trouwens nog nooit geweest op deze plek. Dus dat is grappig. Ja, ik ben natuurlijk de map aan het verkennen. En we hebben nog niet heel veel dingen uit de map gekregen. Ja, ik kom even laten zien jullie. Gewoon even kijken naar de map. We hebben 23,65% ontdekt. En het gele wat je ziet, daar hebben we allemaal gereden in heel de series. We zijn zelfs een keer helemaal naar de hoek geweest van de mapkaart. En we zijn zelfs helemaal nog niet naar boven geweest hier, naar Aberdeen. Ik ben volgens mij, vroeger heb ik het wel eens gedaan. Maar het is wel echt een pok, hè? Want je moet natuurlijk eens met de boot over. En we zijn ook natuurlijk makkelijk in Italië geweest. Helemaal onderop, Spanje ook allemaal. En ik geloof dat er een nieuwe uitbreidingspakket komt dat je hier naartoe kan, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar ik heb nog niks van gehoord, dus het zal wel goed zijn. We zitten op de verkeerde baan, ik hou me snel op de goede manier op de weg, want we moeten proberen om gewoon ons te gedragen. We gaan voor een bepaald bedrag, gaan wij lekker de weg op. En wij, ja, net zoals iedereen moet ik gewoon, ook s'nachts, vooral s'nachts moet ik me houden aan de... Ik wou zeggen temperatuur. Nee, gewoon aan de verkeersregels. Ik bedoel, jullie kijken altijd naar mijn serie. En het is altijd zo van... Ja, Vincent, jij kan niet rijden. En ik wil gewoon eens in de aflevering, de nieuwe afleveringen weer. We hebben maanden niet meer opgenomen. Ik heb het spel al heel veel tijd niet aangeraakt. Mijn stuur stond in mijn kast. Mijn pedaal stond maar een beetje met stof te happen in mijn kamer. Ik had zoiets van... Wij gaan gewoon lekker de weg op. En het interesseert me ook gewoon helemaal niet... Wat mijn baas zegt. Ik bedoel, ik heb vrijgenomen. Ik heb gezegd, ik weet nog niet wanneer ik terugkom, baas. Maar ik doe nu gewoon even een aflevering. Of ik doe eigenlijk een levering. Snap je? Aflevering. Ik doe nou een levering. Vrachtwagen. Chauffeur Vincent. We gaan naar Keulen. We mogen hier 60 km per uur. Maar ik ging te hard. Dus we houden ons netjes aan de regels. Het is lekker rustig op de weg. Het is 's avonds. Er komt een tegenligger. Hallo tegenligger. Woehoe! Nee. Ik ga me echt houden aan de snelheid. En het is trouwens een hele leuke vrachtwagen. Ik vind hem leuk. Hij ziet er apart uit. Ik zie ook allemaal knopjes op mijn stuur. Ik weet niet wat het doet, maar ik ga er niet aan zitten. Wat doet dit knopje? Oh! Oké, dat is het toeterknopje. Ook onnodig toeteren mag niet. Is verboden. Ja, we zijn weer in Duitsland. Ik heb altijd gezegd van in mijn intro, ik heb een hekel aan Duitsland. Maar dat valt natuurlijk hartstikke mee. Ik vind het een hartstikke leuk land. Ik ga er ook wel graag naar vakantie. Ik weet niet. Duitsers zijn hele aardige mensen. Dat is gewoon zo. Maar op de weg is het soms een beetje riskant. Zo mag ik het noemen. Een beetje tricky. He? Ik bedoel, kijk, nu staan er ook weer mensen te knipperen. Het is groen licht, goed, zo gaan we naar links of naar rechts. Maar maak je keuze, blijf niet wachten. Blijf niet dat je vrouw naast je zit met de mapkaart in de handen van... Ja, waar moeten we heen? Dat helpt niet. Je moet zelf de eigen touwtjes in handen nemen. Je moet een app downloaden op je mobiel. En die mobiel die zegt jou dan waar je naartoe moet. Het is heel makkelijk en zo gaat het gewoon. En zo is het gewoon en zo blijft het gewoon. En zo moet het met iedereen gaan. Je moet je vrouw niet de mapkaart laten lezen, want... Wil je een keer een dagje naar Engeland, dan beland je in Spanje. Wil je een keer naar Duitsland, dan beland je gewoon in Polen. En dat zijn dingen die vrouwen kunnen gewoon geen mapkaart lezen. En
ja, er zijn natuurlijk wel wat mensen die daar gewoon ervaring mee hebben. En die kunnen dat wel gewoon, maar de gemiddelde vrouw kan dat geloof ik niet helemaal goed. En daarom heb ik gewoon niemand naast mij zittend. Niemand helpt mij gezelschap of houdt mijn gezelschap. En ik ben gewoon lekker alleen hier in het donker aan het rijden. Het is al 2:30 s'nachts en ik zit hier een levering te doen van zaadselpanelen. Ik weet niet waarom, maar ik kreeg de aanbieding. We gaan hier naar links trouwens. We mogen een keer een verandering maken. Oh, en daar zit iemand voor me. Is niet erg. Zolang hij doorrijdt, vind ik het goed. Ik kan desnoods naar de linker rijbaan. Maar je weet het, je moet altijd rechts blijven op de snelweg. Altijd rechts. Maar ja, in dit geval moet ik hem gaan inhalen. Ook al mag ik hier... Waarom mag ik hier 60? Is dit een bebouwde kom? Ik noem maar wat. Dit is toch duidelijk een soort van snelweg of zo. Ik snap hier helemaal geen niks van. Maar hier 50? Wat is er aan de hand? Waarom mag ik hier 50? Wat zijn ze hier aan het doen? Ik zie allemaal lichten. De stoplichten werken niet. Oké, extra opletten dus. Ja, stoplicht het niet doen. Dan moet je zelf de touwtjes in de hand nemen. En dan moet je zelf bedenken, zal er rood of groen staan? Nou ja, er staat rood als er gewoon een truck is. En er komt een verkeer van de andere kant. Maar het staat voornamelijk vaak op groen. En dat betekent gewoon, wanneer je zo'n knipperlichtje ziet van oranje. Dan zal het geen flikker zijn die Gerard Joling zit in het stoplicht. Nee, dan is het zo dat jij mag doorrijden wanneer het kan. En ja, er zijn ook mensen die het spel ook hebben gespeeld in mijn vriendenlijst. Of nog, misschien nog steeds spelen. Ik snap dat het vervelend is. Oh, wat een asociaal. Meneer, jij mag hier 60 en u gaat met 130 kilometer mij inhalen. Ik vind het ongelooflijk asociaal. Kijk, dat bedoel ik met Duitsland. Dat zijn die Duitse mensen die houden zich gewoon niet aan de verkeersregels. Ik ga nu met 90 km per uur. Ik zie nergens een bordje dat je 60 mag. Ik vind dat ik gewoon zo hard mag rijden. Ik vind van wel. Kijk, die man haalt nu al een andere vrachtwagen in. Dat is gewoon een asociale... hier, die man voor me moest gewoon op zijn remmen. Nou, vooruit, ik haal hem in. Ach, die lompe vrachtwagenchauffeur. Ik ga eens kijken wie erna achter het stuur zit. Het is te donker. Waarom heeft hij geen lichtje in zijn cabine? Het is toch veel lekker als je een lichtje hebt. Ik bedoel, ja, zo dark, hè. Het is net een darkroom binnen. Het is net niet dat hij een disco houdt daar, weet je wat. Dat hij een disco light neerzet en dan... Tonight fever. Ik moet niet meer gaan zingen. Ik merk dat als ik ga zingen, dan is mijn concentratie niet meer op de weg. Dan laat ik mijn stuur spontaan los. Gaan we niet meer doen. We gaan dat niet meer doen. Ik moet me concentreren. Ik hoor ook Facebook geluidjes. Volgens mij staat mijn telefoon aan in mijn cabine. Maar ik weet niet waar ik mijn telefoon heb gelegd. Die ligt misschien op het dashboard. Misschien naast me op de stoel. Ik ga eens kijken als het lukt. Moment. Oeh, nee, ik mag niet vallen. Want dan kom ik weer met mijn vrachtwagen in de puree. En dat wil ik niet. Dat is vorige keer. Dan had ik ook een paar keer dat ik over de kop sloeg. Nee, ik zie geen telefoontje liggen. Geef niet. Geeft helemaal niks. Laat dat telefoontje maar zijn werk doen. Ik ben bezig met mijn werk. Ik heb geen tijd om op mijn mobiel te kijken. Dat doe ik wel achteraf als ik klaar ben met deze vracht. En ja, wat gebeurt hier nou? Helemaal niks. Ja, dat was een vraag aan jullie. Kunnen jullie dit beantwoorden? Van, wat zien wij op de weg? We zien niks. Ik zie geen prachtige omgevingen. Nou is Duitsland niet heel erg mooi, maar je weet het soms niet, weet je. Je ziet soms bergen en boerderijen en dan weer andere heuvels. Heuvels zijn eigenlijk bergen. Wat is het verschil tussen een berg en een heuvel eigenlijk? Ik denk dat een berg hoger is dan een heuvel. Ik denk dat een heuvel meestal een beetje glad is en dat een berg wat meer recht omhoog gaat, weet je. Meer een beetje, ja... Ik kan niet omschrijven. Een heuvel is gewoon kleiner dan de bergen, denk ik. Alhoewel, je hebt wel hele grote heuvels. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met hoe hoog het gaat. Een heuvel is meestal wel te beklimmen. En een berg is meestal ook wel te beklimmen, maar dan met gereedschap. Ik snap het helemaal niet meer. Het is hier een beetje heuvelachtig. Laten we het daarop houden. We gaan 114 km per uur. Het gaat iets te hard. Maar ik heb nog geen... Oh! Oké, de vangrail. Zie je waar een vangrail voor dient, jongens en meisjes? Als je te hard gaat, dan vangt hij je op. Zag je wat er gebeurde net? Het ving mij op dat ik niet over de kop ging. En dat betekent ook dat ik iets te hard ga en dat ik gewoon iets moet dimmen. Ik blijf gewoon achter deze meneer rijden. Het wordt niet eens... Ik wou zeggen het wordt lichter, maar het is 3:00 s'nachts. Het zou raar zijn als ineens de zon opkomt. Ik ga niet bumper kleven, maar ik ga ook niet heel erg zeggen van ik ga keihard door mijn remmen. Ik weet niet wat die man hier voor me doet, maar er zijn eindelijk lantaarnpaaltjes die de weg verlichten. Ik kan eindelijk wat meer zien. En met bijna... 50 km per uur, wat er ook op het bord stond dat je 50 mag. Komen we aan in een bepaald plaatje. Is het een plaatje? Ik kijk even op de M van map. Waar zitten wij? Waar bevinden we ons? We bevinden ons gewoon op een tussendoorweggetje. We zijn niet eens in de buurt. Het is echt verschrikkelijk. Maar we gaan naar Stuttgart en we zijn ongeveer op de helft. Het gaat helemaal de goede kant op. Ik heb er gewoon vertrouwen in dat wij gewoon zonder problemen, zonder boetes, zonder schade. We hebben 1% schade, maar dat zie ik niet als schade. Ik zie zeg maar 60% als schade. Als het maar over de helft is. Dus 51% zou ook nog wel kunnen, denk ik.
Ik zou niet weten hoe dat zit. Nou ja, ik ben gewoon. Ik vind gewoon 1% schade kan. En zolang we geen boete hebben, krijgen we gewoon die volle poen. Zolang we op tijd zijn, vind ik. Komt er een trein? Allemaal magisch. Ik had net zo'n lekker vaartje. Komt weer zo'n rare trein. Het is wel leuk dat het gebeurt. Waar komt die? Ik zie helemaal geen licht. Van rechts niet aankomen en van links niet. Volgens mij is dit gewoon een test. Ik hoor niet eens een. Hoor ik een trein aankomen in de verte? Stil eens, stil eens. Dat is de trein. En de treinen is. Het is zo lastig om te zien in het donker. Ik ben blij dat die licht lantaarndingetjes er staan. Lantaarnpaaltjes. Wat zijn het? Lampjes. Het zijn van die treinlampjes. En nu kunnen we eindelijk doorrijden. He, heerlijk. Nou, ik vind het heerlijk, jongens en meisjes. We kunnen lekker doorrijden. He, want die trein. Maar die trein, als die lampjes er niet waren, dan had ik gewoon keihard door dat spoor heen gereden. Als er gewoon niks van verlichting was of zo, dat zie je dan gewoon niet. Ik snap niet waarom. Het is goed dat die lampjes er zijn in ieder geval. Want, en die man voor me, die stopte ook heel netjes. Want ja, voor iemand die. Hij zal niet uit Duitsland komen, denk ik, die vrachtwagen voor me. Ik denk dat hij gewoon ergens uit Nederland komt of zo. Ik weet niet. Zijn rijgedrag is goed. Ik kan niet goed oordelen, maar hij komt sowieso niet uit Duitsland. Alhoewel, ik zie wel een kenteken wat volgens mij wel echt Duits is. Is dat Duits? Volgens mij was Belgisch was met rode letters en zwart was met Duitse letters. Of dat betekent dat dit in Duitsland. Ik ga me inhalen. Ik word zo moe van die man. Ik vind het leuk dat hij bij me rijdt, maar hij rijdt niet door. Echt maar. En ik weet dat in Duitsland over het algemeen heel weinig. Verkeersregels wil ik niet zeggen. Dat er heel weinig van die flitspalen staan. En dat is wel een voordeel. Want, ja, ik mag hier 60. Hij geeft aan 60 km per uur, Vincent. Je gaat veel te hard. Je gaat bijna 90 km per uur. Maar ik wil doorrijden. Ik moet... Het is nacht, weet je wel. Het is niet druk op de weg. Het is sowieso niet zo heel gevaarlijk. Ik mag gewoon doorrijden. Alsjeblieft, laat me gewoon doorrijden. Ach. Zo, vorige keer was er een vrouw. En die gleed uit over een hele vieze drol. Een hele verse drol. Ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, ja, kijk, als je niet goed kijkt. Dan en je maakt de smakken. Maar je kan zo verkeerd terechtkomen, vind ik. Het maakt niet uit dat je schoen onder de scheid zit. Dat maakt niet uit. Gewoon een keiharde shitzooi. Maar gewoon, ik bedoel, dat je in ieder geval zo lelijk kan vallen. Dat je dingen kan breken. En vooral als je ouder bent, dan kan je snel iets breken natuurlijk. Maar ja, dat gebeurde op een gegeven moment, hè, op de straat. Ja, ik ben niet heel de tijd in mijn vrachtwagen, mensen. Ik heb natuurlijk een hele kleine zomerstop gehad. Een zomerstop, het is winter, maakt niet uit. Ik heb een soort van zomerstop gehad. En een hele scherpe bocht nu gehad. En die is helemaal goed gegaan. Ik herken dit stukje. Ik heb wel eens vaker gereden. Ik herken dit bochtje. Ik heb wel eens problemen gehad hier. Ja, waar niet? Waar niet, zou je zeggen natuurlijk. Maar ik heb hier wel eens. Dit scherpe bochtje had iets in het verleden te maken met een ongeluk. En het is niet aan mij de taak om dat nu op te zoeken in de video's. Ik weet in ieder geval wel dat ik hier een keer aan het rijden was. En dat er een vrachtwagen was die van die houten palen aan het. Nou, dragen niet. Die was aan het. En dat sjouwen ook niet. Vervoeren, zo moet ik het zeggen. Een vrachtwagen vervoert en die sjouwt niet. Hé, we zijn erover uit. Maar die had dus van die palen. En ik was bang dat die palen uit die vrachtwagen zouden donderen. En dat die dan door mijn. Net als een beetje Final Fantasy idee, weet je wel. Dat die dan door mijn glas zo mijn hoofd doorboorde. Het klinkt een beetje liguber en een beetje horror. Het lijkt net een horrorfilm eigenlijk. Maar ja, dat heb je ook wel eens als je in een vrachtwagen zit. Dan heb je wel eens dat je dingen denkt die met horror te maken hebben. Dat je, als je een ongeluk zou krijgen, wat zou er gebeuren? En ik zit op zich veilig, ik rij nu veilig, maar er zijn wel eens dingetjes geweest dat ik dacht van, had ik nu wel het kunnen overleven? Was dit nou uiteindelijk mijn fatality, eigenlijk mijn dood? Of had ik dit wel kunnen overleven? Maar ik denk niet dat als dit in de realiteit wordt gedaan, mijn serie, dat je het kan overleven in mijn vrachtwagen. En ja, er zijn gewoon, ik heb trouwens nog steeds geen flitspaal gezien of opgemerkt dat er een flitspaal was. Ik rij nu met 130 km lekker door het land. En ik zie dat het al wat lichter wordt, terwijl het gewoon 4:30 ochtends is. Het is eigenlijk nog 's nachts. Ik moet het 's nachts noemen, want het is er ook gewoon 's nachts. Dus net, ja, het is bijna 4:30 en het is nou al bijna lichter aan het worden. Ongelooflijk. Ik weet niet of dat heel realistisch is, maar ik denk van niet. Want volgens mij, ja, het ligt ook natuurlijk wat voor seizoen het is, hè. Zo, we halen die vrachtwagen in. En we komen, denk ik wel, in de buurt van Hussel. Waar moeten we heen? Ik weet het niet. Ik ga eens kijken waar we heen gaan. Mannheim komen we nu langs. Links dadelijk. We hebben zaagselpanelen. We moeten tussen zondag 3:15 tot zondag 5 of 7 voor 10 moeten we eigenlijk arriveren.
Nou ja, ik rond het af van 3:15 tot 10:00. Dan hebben we gewoon de tijd om die levering te brengen. Het is nu zondag in de ochtend, dus ik heb eigenlijk nog een aantal uren voordat ik arriveer. Maar dat komt helemaal goed. We gaan dadelijk een bocht nemen naar links. We gaan een keer op de... Ja, we gaan gewoon een andere snelweg op, geloof ik. Of we gaan juist een snelweg op. Ik ga eens even kijken. München, Stuttgart. Stuttgart moeten we naartoe. Dus we houden dat aan. We gaan dadelijk naar rechts toe. En het is wel fijn om eindelijk weer wat te zien op de baan. Ik vind sowieso... Dingen s'nachts doen vind ik helemaal niks. Gewoon zo'n aflevering. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar ja, dat hoort er gewoon bij. Het is realistisch. Ik kan niet zelf bepalen van... Hey baas, kan je even een snelle opdracht doen voor mij overdag? Dan zegt hij ook van... Ja, lekker eens even lekker mijn bolle sigaar. Heel lekker eens even lekker mijn bolle sigaar. Dan gaan we dus mooi niet doen, hè. Ben je allemaal mals geworden? Ben je mals? We gaan dat niet doen, hè. Ik maak de verlies op jou, omdat je dus zo lang een zomerstop had in de winter. Een zomerstop, kun je nagaan. Ik maak de keihard verlies, want je hebt niet meer gereden, al een maanden niet gereden. En dan kom je ineens met het vaart van, hé, dit. Dus daarom ben ik nu een beetje voorzichtig met boetes en hou ik me aan de snelheid. Ik ben heel erg bang dat mijn baas mij gaat ontslaan. En als ik ontslagen word, heb ik niks meer. Moet ik stoppen met de serie? Dus het is eigenlijk een beetje spannend. Jullie willen heel graag dat ik de serie verder doet. Dus ik moet me gewoon aan de regels houden. Dat is het gewoon. Wat een prachtige bomen. Ja, ik kan de graphics niet echt omhoog gooien. Want dan loopt het spel niet soepel. Kijk, ik kan nu gewoon lekker omheen kijken. En het gaat gewoon lekker soepel. Maar als ik dan op een gegeven moment de graphics hoger zet. En realistischer. Het wordt wel mooier. Maar dan loopt dit beeld niet meer zo vloeiend. Oh! Ja? Oh, ja, het gaat goed. Ik veranderde even van camerapositie. Dat deed ik met deze knop. Zo, we zijn er weer. Maar het fijne is dat hier geen flitspalen staan. We gaan een bergje onderdoor. We gaan een tunneltje in. Dat vind ik altijd wat leuk gedaan. Mijn lichten staan nog steeds aan, geloof ik. Even kijken. Ja, ik heb nog steeds mijn lichten aan. En je mag hier 110 km/u. Goed dat ik het weet. 110, ik hou me gewoon goed aan die snelheid. We rijden nu precies 110. Dus ik zeg, kijk, dit is een berg. Ik denk dat we, als we komen met de heuvel... Boven is een heuvel, rechts is een berg. Wat? Ik ging 110. Hoe kan ik die snelheidsboete krijgen? Hoe gaan we dit oplossen met mijn baas? Ik weet iets heel goeds gemaakt. We gaan het niet zeggen tegen mijn baas. We gaan het niet zeggen. Ik bedoel, kijk, mijn sleutel zit hierin, zoals je ziet. Kan je het zien? Wacht. Zie je het hier? Ik heb een Crash Bandicoot als sleutelhanger. En dit is mijn andere sleutel. En die horen in mijn vrachtwagen. Ik moet heel erg opletten. Oké. Ach, weer een beeld. Maar wat ik dus wil zeggen is dat ik die sleutels niet wil kwijtraken. Oftewel, ik wil mijn job behouden. Dus... We gaan er met z'n allen voor zorgen. Jullie gaan duimen en ik ga goed rijden. Is dat afspraak? Ik hoop dat dit de afspraak is. Dat we dit deal met elkaar gaan sluiten. Dat we gewoon netjes gaan rijden. En dat ik geen boetes meer krijg. Dus we gaan dit normaal aanpakken. Op ons gemakje. We halen het wel. Ik zit altijd met mijn hoofd van ik haal het niet. Maar dan ga je haasten. Dan ga je snel rijden. Ik word weer door mijn sleutel afgeleid. En dan raak ik het stuur weer los. Of dan doe ik weer wat anders. Ik moet het gewoon vasthouden en rustig blijven. Dat is het beste wat ik kan doen. Dat hoop ik. Hé, jongens, ik ben er een beetje doorheen. Ik let ook niet meer op die snelheidsborden, want die kloppen niet. Als ik me aan de snelheid hou, dan krijg ik gewoon keiharde boetes. En dit spel, dat moet gewoon afgeschaft. De boetes moeten gewoon afgeschaft worden in deze game. Dus, willen jullie Euro Truck Simulator 3 maken? Er komt natuurlijk ooit een 3. Doe die boetes gewoon eruit. Gewoon huppakee, schaf het af. Ik wil het gewoon niet meer zien. Waar gaan wij naartoe? Bern en Zurich. Ik zie geen bordjes meer met hoe heet het ook weer, hoe heet het dat plaatje ook weer? Het heeft allemaal van die leuke namen, maar ik vergeet het weer. Stuttgart. En Stuttgart moeten we blijven volgen, dus ik blijf hier op de baan links. Zo. Ik mag hier geen afslag nemen. Ik ben helemaal van afslag. Door al die boetes, mijn baas mag niks weten. Ik denk dat ik... Nou, weet je wat ik doe? Dat wil ik ook niet. Ik wil die boete zelf betalen, maar dan... Het kost €550. Hoe moet ik dit gaan doen? Ik moet een smoes bedenken, denk ik. Weet je wat? Ik vertel de waarheid aan mijn baas. Ik vertel gewoon nu de waarheid. Ik ga hem opbellen. Waar was mijn telefoon? In het dashboard, zei ik, hè? Ik heb hem. Hij ligt achter me op de stoel.
Zo. Even mijn baas bellen. Jongens, dit gaat goed, dit gaat goed. Ik vertel gewoon de waarheid. Ik kan beter de waarheid zeggen dan dat ik lieg. Want als je liegt en er komt erachter, ik moet hier trouwens naar rechts. Ausfacht. Ik moet 40 keer, dit kan ik toch niet met z'n tweeën doen. Dus ik sta stil, ik weet het. Ik moet twee dingen tegelijk doen. Hij gaat over. Ja, hallo. Je spreekt met Vincent. Ja. Ja, dat is een lange tijd, hè? Ja. Ik heb goed nieuws en ik heb een klein beetje slecht nieuws, maar we gaan maar eerst met het goede nieuws beginnen. Of zo eerst met slecht nieuws beginnen. Ja? Ja, goede nieuws is beter, dat zei ik ook. Nou, ik heb geen winterslaap gedaan, zoals u dacht misschien. Maar ik heb gewoon een kleine zomerstop gehad. Een zomerstop in de winter. Ja, het is toch wat. Maar goed, het goede nieuws is, ik ben weer op de weg. Ja, ik zit weer op de weg. En ik bezorg zaagselpanelen. Op dit moment zaagselpanelen. Ja, ja. Ja, ik weet ook niet waarom. Ik kreeg het als opdracht. Ik wou hem aannemen. Ik dacht van, dit moeten we doen. Ja. Ja. Nou, laat me zeggen wat het slechte nieuws is. Want er komt er natuurlijk bij. Ik heb een boete gehad. Maar luister. Het is niet een grote boete. En het is een boete onterecht. Dus we kunnen misschien wel terugclaimen. En ik ben trouwens op de bestemming. Ja, ik hou het kort nog. We spreken niet elkaar... Hier over elkaar nog wel. Zo, ik kom er amper uit. Ik ben helemaal stress van die boete. Maak u niet druk. Desnoods betaal ik een deel. Maar het was onterecht. Want ik reed precies op de goede snelheid. Want ik heb op de borden gelet. Ja? Oké, prima. Tot ziens. Doei. Ja. Perfect. Nou, terwijl ik zeg maar heb gesproken met mijn baas. Hij klonk heel erg relaxed. Ik weet niet wat hij. Misschien heeft hij koffie gekregen. Misschien heeft hij een nieuwe collega of zo. Een vrouwelijke, charmante vrouw. Hè? En hij klonk heel relaxed. We gaan eens even op enter klikken. Want voor de rest hebben we geen boetes gekregen. We hebben 441 kilometer afgelegd. En we krijgen een goed werk resultaat. Dus dat is mooi. We krijgen een klein beetje level ervaring bij. We zijn nog lang niet bij level 12. Maar dat gaat zeker weten komen. We hebben in ieder geval een bonus XP gekregen. 73 XP is er afgegaan door de 3% boete voor schade. Geeft niet, maakt helemaal niks uit. We hebben in ieder geval goed gedaan en ik vind het leuk dat jullie mee hebben gejoind bij mij in mijn vrachtwagen. Vond je dit nou een leuke aflevering en zou je nog meer van zulke snelle vrachten willen zien met mij als Vincent chauffeur? Laat het weten in de comments en dan zie ik je volgende keer terug bij misschien wel een nieuwe Vincent vrachtwagenchauffeur. Nou, toedeloki en tot ziens. Hoi, dag!